Mission complete. Good. Wauw. Ik had gewoon gemist dat het vakgebleven was. Oeps. Zullen we ze beleven halen? De baanbreking wel, zoals ik puur die eerste baan een beetje moeite mee aan. Zo. Ik kijk hier naar dit filmpje. Ik sta denk ik goed. Nee, zo de lijn. Oh, he's okay.
Eerst even een veld 4. Dat is verst weg. Een soort vervlijst karretje erbij kan halen. Ze zijn al iets korter als deze, maar ik denk dat de werkers daar beter mee op weg kunnen gaan. Dus ik denk wat zo'n dingetje kost. Plantation kopen. Dus ik denk dat we daar weer voor gaan sparen. En allebei een punt aan. 48,5 meter. Fertilizercontracten en ik heb maar één fertilizer. Snel weer om op te halen. Dat is perfect. Zo, jij gaat lossen. Dan gaan we jou ophalen. Ik
klinkt wel heel erg Black Hat dit. Het is een tweetens. Hoe moet ik dit zien? Ah ja, moet wel. Ik had 5000 liter of zo. Oké, dan gaan we deze wel even naar C besturen. Zekerheid. Is er bezig? Deze allebei heeft. Of is het een andere pesticide die allebei in één keer doet?
van Annabelle Fertilizers te kennen. Zou je met deze na maar je eerste gewone fertilizer kunnen doen en dan als het zo is de dingen dat allebei deed is. Op die manier. Die is er bezig. Die is ook bezig. Ja, in ieder geval twee fertilizers krijgen. Ik krijg anders het contract allemaal niet weggewerkt van de fertilizer. Het zijn ook iets mindere contracten, eerlijk gezegd. Ik heb wel het gevoel dat deze behoorlijk zuinig is. Ten opzichte van die andere. Dat vind ik gaat houden. Snel bewegen. Als je super snel deze naar beneden tikt, verstrekt hij ook wel ontzettend veel. Laat niet wat. Dan zou de grootste vloek hebben. Natuurlijk.
10% gebruikt. En hij heeft ongeveer een kwart van dit veld gedaan. Oké. Okay. Nog een beetje in de gaten houden. Verder zijn er nog geen luchtcontractjes. Ja, we zijn nu ook al voor een tweede keer aan het sprayen, dus... Waarschijnlijk weet dat het markt is. Ben ik volop bezig met die contractjes. Dus ik sta aan de bieten ervoor. Zijn een stelling. Mooi. Hij zit bijna vol. Dat is kut. De prijzen net aan het stijgen zijn, moet ik dadelijk niet de weg gaan brengen. Afstand nog eens leeg halen. Dat is het principe daar ook al. Scheiße. Ik denk dat ik 1 of 2 contracten dus voor het voltooien van de silo bijbouwen.
verschil tussen allemaal verplaatsers en karters tussen. Ik werk het dadelijk mezelf. Veel geld aan uitgegeven. Dus we nog een silo bij plaatsen. Zo. Nou, dat was ook goed. Niet om erop te rijden. Het kost zo'n silo 35 euro. Helemaal recht voor zoals deze twee. Dat is jammer. Dan ben ik een beetje levelen aan die kant, zie ik. Wegdraaien bij die laatste. Dus even kijken of het naar onze spiertjes gaat. Of ze bijna het einde zo zien. Zo'n beetje gedaan. Dadelijk met 14%. Oké, dan is die bolder side. Dat vind ik wel goed, niet erg.
5 minuten voor dit erg. Contract finished. Collect. Kijk, doen we dan een beetje levelen. Verschil in tussen 7 en 4. Oké. Okay. Twee hectare, dat vond ook niet het verschil tussen deze twee momenten. Deze even lossen. Laat ik eens even kijken hoeveel procent dat hier opgeeft. Dat is 2 hectare minder. Dat van 2100 liter in plaats van 4000 of zo. Dus dat kan minder in, maar hij is ook een heel stuk zuiniger. Dus dat moet ik dadelijk wel even tegen Marik zeggen. Dat is dan wel wat smaller, maar ja. Dus we hebben de helft aan zooi besparen, dan neemt dat alleen maar meer op. Hij is wel weer sneller. Wat we gaan maken, dat moet zo erg mogelijk willen zien.
vuur maken hier aan de weg. Oké, wat hebben we? 5 en... 5. 7 is niet klaar. De weg was wel klaar, maar... Dus even kijken dan. Ah, die links punt, oké. Dat viel dan wel mee om te zien. Mooi. 5 en 11. Wat is er? 1 afdalen.
kijken hoe ver het kan bezig. Bezig. Hamster weer een ding halen. Maar ik wil gewoon eigenlijk helemaal voorbij gaan halen dat een trak een kabel van tractor of een tractor opmerken. Ik denk kabel tractor is gekomen. Kijk, het is een stuk beter. Nou, dat is goed verder. Cruisecontrol weet niet welke knop het is, dat het pedaal is. Grappig.
als je volop bezig zult zien. Maar... bijna vol zijn. Wacht jongen, kun je eerst even leeg maken voordat we verder gaan. Ik denk al waarom kan ik hem los, maar hij stond op de vrachtwagen en niet op de bak. Dit is best zuinig, moet ik zeggen. Zuiniger als die andere.
Hey, survival man. Received. Thank you very much. Bedankt voor de pitties. Hoe is het, jongen? Goed, goed. Ik ben even vlug een offline screen aan het maken voor vanaf morgen tot maandag. En gezien er ook beelden staan dat ik iedere week dachter ben, maar ik kan er gewoon een paar dagen in. Ik ben erachter gekomen dat deze sproeier een stuk zuiniger is als die grote sproeier die we net hadden. Het doet veel langer met zijn liquid fertilizer. Zo, daar staat.
schon. Een nieuwe map als een nieuw officiële map of als in een hot map? Laat ik het zo even zeggen. Weer gebeurd. Nou, ze nog even licht trekken. Oh, jij weet dat misschien ook wel. Hoe zit dat met gehakseld mais, om zo maar te zeggen? Waar kan ik dat vet kopen? Of moet ik daar nog iets voor doen voordat ik het kan verkopen qua bewerkingen? Eisenbeck Mod Contest 19. Oké. Okay. Dat is een map die er nog komt content mee. Ja, ik hoorde van Mark dat je maishakselen goed kon verkopen. Alleen als ik bij mijn verkopen kijk, kan ik mais nergens verkopen. Of ga ik gehaksel mais niet verkopen. Dus ik vroeg me af of ik daar iets speciaals moet kopen om het te verkopen. Of moet ik dat nog verder behandelen voordat ik het kan verkopen. Dan moet ik kou voor gaan maken. Ja, oké. Okay. Dus er komt nog een bewerking achter. Dus even kijken wat dat gaat kosten. Sparen om
dat we bij elkaar te krijgen. Oké, deze hier was achterhangen. Dan heb ik deze er trouwens wel aan. Dat heeft dat ding nodig. Kan ik niet checken. Dat was een deze klok dat wij hebben. 270 pk. Ik weet niet hoe de pk dit dingetje is van ons. Kan ik dat hier zien? Wacht even. We kunnen customize bij de ring gepakt. Daar moet ik dat kunnen zien. Volgens mij heeft deze wel 270 pk. In de ring trouwens even kan slepen. Kan ik wel de tijd zo. Dat wat erger. Staat hier voel ik in de weg met die dingen. Zo, dat is weer. Het zou mooi zijn als deze 270 horsepower heeft. Ja, daar had ik inderdaad naar gekeken. Het is, het is een behoorlijke uitgave trouwens. Ja, daar staat die dikker bij. Die heeft 352. Dus daar zit al de zwaarste motor in. Maar dat is meer dan goed om dat plan ding te krijgen. Dat wil ik weten. Straks nog. Dan staat alweer stil. Die is met zijn laatste beetje bezig. Die is met het laatste beetje bezig. Ik ga even de hamerstelling maken. Contract ontviel 5 is klaar. Dan ben jij. Nee, ben jij niet. Ben jij. Stop. Ik kan ook niet meer doen als dat nodig is. Ik heb 60%. 60% gebruikt. Pak 6,5 hectare.
Dat is niet verkeerd. Beter dan die, die andere sprier. Die gebruikte bijna... die gebruikte 100% op dit veld. Daar zit, zat twee keer zoveel in. Ja, dat hoorde ik van Mark Akkerman al. Alleen die is nog niet geweest dit jaar. Iedereen vraagt zich een beetje af wanneer dat het is. Plus Giants loopt achter met een hele hoop mods goedkeuren in hun eigen dingen wat ik vanaf. Ze hebben wel bekendgemaakt dat, we hebben alleen een stuk niet gelezen, dus ik weet niet of dat nou met Steam Sale is of in totaal, dat 2 miljoen exemplaren van Farming Simulator over 2019 verkocht zijn. Dat zag ik op Twitter voorbij komen vlug. Ja, ik weet niet hoe groot het team is natuurlijk. Ik bedoel, het is geen SCS software waar god weet hoeveel mensen zitten voor Euro Truck Simulator. Ja, die doen dat slim, maar die doen dat gewoon een Steam Workshop. Dan hoef ik niet alles zelf te gaan posten, goed te keuren, noem maar op. Regel een updateje waarin ze iets veranderen in de API en dan werkt de helft van de mods niet en dan kun je precies zien welke bijgehouden worden en welke nog werken. Dat is het enige wat ik eigenlijk wel mis. Steam Workshop. Het werkt zo fijn voor mods. Helper. Oh, dat is... Fertilizer overheen, daarna planten? Hoe zit dat? Volgens mij wel. Dus het planten, groen fertilizer, wachten dat ze goed zijn en dan de groene fertilizer. Mm-hmm.
als je dat wel. Zo goed te maken kijken. Daar kan zien. Ik heb een dubbel hier voor. Zo niet technisch gezien. Gewoon een kapelijst moet gebruiken. Die is nog wel even bezig. Deze ding is een beetje koud elkaar. Dat is wel fijn. Ik ga al inderdaad zien dat het wat doet. Ja, purplized. Mooi. Ik moest met grijze van 3-1-1 opkrenen. Nou, ik wacht dat het een beetje stijgt. Klein voorraadje. Zeg, is wel fijn die 2-1. Dus ik heb nog een andere playlist even in deze visie te steken van eigenlijk. Dat is 27 uur aan muziek. 820 songs. Oké. Ik ben benieuwd of deze dat in één keer haalt. Ik weet dat met die liquid bij die andere moesten we sowieso 1 of 2 keer bijdenken. Daar
hebben we wel één geheel van gemaakt, maar... Al moet je met opslaan. Dat is dus ook een manier om hem klaar te zetten. Hop. Kopje achteruit. Mixen. Zo de hoogste. Weer eens leeg gaan maken. Dat tweede veld op 4,23 en nog steeds een stijging.
gaan we straks verdukken. Als we iemand beginnen met uitladen hier. Goed, dat blijft stijgen tot het markt is, maar dat is wel hier ongeveer, dus ja, dat betwijfel ik. Ja, we zullen het een beetje in de gaten houden. Over de helft en heeft net 20% gebruikt. Wauw. Dit is een goede aankoop geweest. Ik zou het tegen mij moeten zeggen. Eentje bij me halen. Aan het werk zetten. Aangezien die hamster af en toe als ik in stilvalt, omdat ik er snel genoeg ben. $4.42.
Holy, holy. We hebben nog een 16. Attention, we are being followed. Shall I dispatch the welcoming drone? Mr. Mogwai, bedankt voor de follow. Welkom, welkom. Ik ben achteruit. Goed dat ik dat een beetje level heb gemaakt. Anders was hij daar van de cliff afgekiept. Thank you.
So. Dus dat zal weer een draaiprobleem hebben. Dus die sturen we in ieder geval een nieuwe sproeier op het veld. Deze vervullen. En dan liquid fertilizer gebruiken op 11. Zo. 11. Dus best wel 7 daarachter. Dit is 8. Oh, 11 ligt achter, op. Solid, maar allebei.
weet je. Jij zult wel. Zo. Ik heb alleen maar weg. Moment. Nee. Ja, we wachten dat de havenste vol is. Of kunnen we naar het einde rijden? Zo, dit ook weer naar het Sudan. Wow, daar ga je nog op. Ik weet niet of het nog heel veel verder gaat. Ik denk dat het tijd wordt dat ik begin met uitladen. Wauw, dat is irritant. Ah, dit is wit.
Dus even kijken, oké, 4-9. Doe daar best in, hier langs hoor. Ik ben staan. Bijna op 500 staat. 499 staat hij op. Volgens mij was dat de stijl namelijk. Dat dacht ik, komt dat wel. Het zou op leven een heel stuk makkelijk gemaakt hebben. Dus dan moeten we straks silo's in ieder geval gaan verplaatsen, als we ergens fatsoenlijke ruimte hebben. Dat we fatsoenlijk in en uit kunnen rijden.
shit. Fuck off. Ja, was het nou even onze... Zit godverdomme vast in dat ding. Zolang ik blijf zeiken als ik aan het rijden ben, vind ik het goed op. Meer money! Laat ik even de havenstal leegmaken. En dan gaan ze aantoppen met dit. Ik heb nog wel een paar ritjes te gaan, dus blijf me stijgen zolang ik nog aan het... van de voorraad hebben. En dat is toch geweest. Staan of niet. Okay. Mooi. 502. Dat is de inkoop. Bijna 30.000 contract. Beter dan 17.000 nu dit kan halen.
daar is. Pak me. Eigenlijk even niet uit op dit moment. Dat is toch een oké, dat is de plant dat niet klaar is, dus staat hier veel. In één keer. Jee! Kan toch wel heel kunstig uit. Dat ik ben een beetje gek op touw eigenlijk. Zo, die achterkant. En terug naar deze kant. Een oefening naar kunst zeggen ze altijd, hè? Maar dat wil niet zeggen als ik straks inderdaad voor die biocast kom waar heel veel vrije grond op zit. Dat we silo's niet zo gaan parkeren dat we lekker door kunnen rijden. Dat maakt het alleen maar makkelijker natuurlijk. Als de prijs zo blijft stijgen dan moet dat op zich wel lukken dadelijk. Ik heb nog wel wat zandjes weg te rijden. Nou, hij blijft niet steken. 504 blijft je ophangen. Geweest. Dat is
it's not hectic, what do you mean? Well, I can go. Good soap. Dat is volgens mij ook zo als klaar, als ik het zo zie. Alpha 3 is klaar, zegt hij. Oké, dat zal de fertilizer zijn. Yay! Dat is twee op een rij. Dat ziet er niet professioneel uit, maar goed genoeg. Ik weet alleen niet waar de trein is. Daar is de trein. Hey Marek. Kijk, ik heb een beetje opgespaard. Onze drie silo's zitten bijna vol met suikerbieten. Want drie silo's nodig om allebei de velden af te halen. Met twee past het niet in. En nu staat toevallig suikerbiet hier op 504. Dus we moeten dadelijk even. Ja, plus ik heb een kleine investering gedaan. Ik heb onze fertilizer weggedaan. Ik had eerst een andere gehaald, een maatje kleiner. Maar dat is een tractortje in één. Dus hebben we onze tractor niet nodig. Maar die gebruikt maar de helft van de fertilizer ten opzichte van die grote. En die rijdt ook nog sneller op. Dus ik denk dat we die straks eentje bij moeten halen, plus nog een vrachtwagen met oplegger moeten we bijhalen. Zodat we met z'n tweeën makkelijk kunnen gaan rijden. Dus dat kunnen we dadelijk doen.
vrachtwagen en een oplijkbom roepen. Dus jij mag bepalen welke vrachtwagen. Dan wordt het een beetje jouw vrachtwagen, maar ik denk dat het slimste is deze te halen of die MAN. Amerikanen draaien voor geen fucking meter. Ja, wel heel veel horsepower, maar ja, daar heb je verder dus niet heel veel aan. Dus dan een beetje bijlening moet je maar doen, want ik heb de complete lening afbetaald. Zonder iets te verkopen. Kijk maar welke je haalt. Hoop zoals een Agri of een MAN. Hoop ik. Is niet te scheef, dat had ik al in de jaar. Nee. Wil ik maar een bak halen. Trailer. En hoop ik dat je ook weer deze trailer haalt die we nu hebben eigenlijk. Dat is de grootste die je fatsoenlijk draait. Ten opzichte van een stuk Amerikanen. Je staat nog op 504, dus dat is mooi. Nou, volgende lading. Bedankt voor het kijken, Survivor. Tot de volgende keer. Nou, alle drie silo's zitten trouwens nog vol, Mark. Dus zet hem maar ergens tegenaan en begin maar die vrachtwagen te vullen. Wat vol is, omdat ik natuurlijk alles in de silo's heb gedaan vandaag, is dat er totaal geen suikerbieten aangeboden werd de afgelopen dagen in game, zeg maar. En dan gaat de prijs vanzelf hem op. Dus dat zal de reden zijn dat hij nu zo recht te hoog staat. En de rest laat maar gewoon even staan zoals het staat. Dan gaan we dadelijk wel mee verder als dat we geld verdiend hebben.
ik straks eigenlijk die biogas plantation gewoon kopen. Ondanks dat dat geen veld is. Maar daar hebben we heel veel open ruimte. Als we dat dan een beetje vlak maken, kunnen we daar mooi die silo's en zo neerzetten. Dat we ook fatsoenlijk vanuit de achterkant er gewoon bij kunnen bij de silo's. Dat is het plan in ieder geval. Maar ze staat veel beter in dan ik, zoals je. En ik had ze steeds aan het zet. Ze staat nog op 504. We hebben nu nog meer dan 1 miljoen op voorraad. Achteruit in parkeren. Ben jij veel beter in dan ik? Aangezien ik eerder er klaar voor stond om in te parkeren dan jou. En ik was ook bezig met in parkeren en jij had hem al afgeleverd. In die lening op eraf betaald. Oké. Dus dan hebben we de vrachtwagen al weer terugverdiend. Dat is op zich wel een slim idee inderdaad. Gewoon vooruit oprijden.
Ja, ik wil straks gewoon, als we die biogas hebben, daar het vlak maken. Daar een paar silo's mooi naast elkaar zetten, dat je fatsoenlijk onder kunt rijden vanuit alle kanten. Ik heb nou in ieder geval geëgaliseerd, dus als het goed is, moet je hem gewoon achteruit kunnen steken. Maar vooruit is natuurlijk altijd makkelijk. Simpel is het. Kijk, deze zal bijna links zijn, deze silo. Hij valt hem nog, dus goed. Laatst is de ramp te hol. Om je vast te zetten met een onderstel. Kan ook dat eens oplossen. Ik ga het wellicht nog steeds sneller dan achteruit rijden. Morgen hebben we eindelijk regen. Ik denk, kijk wat dat met de seeds en de vaste fertilizer doet. Als het regent. Kunnen we achteruit rijden? Oh ja, maar vooruit vind ik het makkelijker. Dan ga ik door zo'n plop hier dingen en rijden. Plus ik sta meestal toch al op het einde. Dan denk ik ook een meter ruimt. Oh ja, hieronder vandaan. Ja. Is misschien slimmer. Overuit.
nog steeds dadelijk leeg. Dan moet je sowieso naar de tweede. De rechtse silo is leeg. In ieder geval dat zuikgebied in ieder geval over 500 heen gaan. Waarschijnlijk zijn we nog te vroeg begonnen, maar we gaan natuurlijk dan ook een beetje opkraken. Plus, ik ben heel veel aan het sproeien geweest, dus waarschijnlijk komen dadelijk die andere velden allemaal beschikbaar. Dat is ook wel iets waar je natuurlijk rekening mee moet houden met die contracten. Veel suikerbietcontracten hebt, dan stijgt dat vanzelf natuurlijk. Nee, zo te zien niet. Schoon even wietjes ga je. Er staat nog steeds op 504. Even lekker casha. Dan gaan we daarna wel weer een contactje, dus ook kijk. Mm-hmm.
Ja, het is wel makkelijk dat we alle